Het gestolen geheim. In deze klas zitten allerlei kinderen. Drukke kinderen. Stoere kinderen. Hele aardige kinderen. En oh ja, ook nog een gezellige meester. Ah, goedemorgen klas, het is een leuke dag vandaag. Het is altijd een leuke dag als ik er ben. De meester vertelt dat er vandaag nieuwe leerlingen in de klas komen. Oh leuk, er komen nieuwe kinderen in de klas. Ik ben wel benieuwd. Echt super leuk, dan kunnen we misschien wel nieuwe vrienden maken. Hey, hallo, moeten jullie je niet even voorstellen? Ja, kom maar lekker zitten, gezellig. Jullie zijn nieuw, kom maar lekker zitten. Ga maar zitten waar je wil. Voor vandaag is dat wel leuk, hè? Kom maar bij mij zitten, hoor. Ja, hier is ook nog plek. Het zijn echt rare kinderen. Ze stellen zich niet eens voor aan ons. Ja, dan moeten hun ze weer helpen. Kijk dat dagboek dan. Heeft ze ook een teddybeer in de tas of zo? Nee, dan nog iets, want ik zit er ook. Even later op het schoolplein. Ze zijn echt heel raar. Kijk hun kleding alleen al. Wat zijn dat voor mensen? Ze zijn echt raar. Ze durven bijna helemaal niks. Ja, kijk, ze kinderachtig zijn dan. Het is echt fijn dat jullie zo aardig voor ons zijn. Zeker weten. Ja. Misschien kunnen jullie naar school wel met ons spelen. Ja. Ik weet niet of ik kan, maar ik zal kijken. Ik had echt nooit verwacht dat ik zo goed opgevangen zou worden in Nederland. Nee, ik eigenlijk ook niet. Dit doet me gewoon zo erg aan denken aan Syrië en de oorlog en alles wat er was gebeurd. Door met de kinderen te praten, weten de aardige kinderen dat hun nieuwe klasgenoten uit Syrië komen. Maar de stoere kinderen weten dat niet. Hoezo gaan ze opeens huilen? Ja, het zijn echt mietjes. Waarom zou je huilen om oorlogjes spelen? Dat snap ik niet. Ik heb geen idee. De volgende dag op school staan de stoere kinderen weer bij elkaar. Weet je nog dat ze gisteren echt heel hard aan huilen waren? Ah, ja. Ze huilden helemaal om niks. Ja, precies dat. Wat een nerd. Sukkels. Hey, moet je kijken, volgens mij heeft dat ene kindje weer haar dagboek bij haar. Ik ben echt nieuwsgierig wat erin staat. Ik kan me echt niet voorstellen dat er met zo'n saai leven iets leuks in het dagboek zou staan. Nee, ja, ik zou het leven ook niet. Maar misschien als we hem jatten, dan kunnen we weten wat erin staat. Dat is op zich wel slim. Als we dan dat dagboek hebben, weet je wat we dan doen? Dan lees je het voor heel school op het schoolplein. Ja! Ja. Ja. Wat gelijk opviel was het mooie handschrift in het dagboek. Moet je lezen wat hier staat? Ik ben Alicia. Ik woon in Syrië en het is hier al jaren oorlog. Ik kan er niet buiten spelen met mijn vrienden. Daarom heb ik dit dagboek gekregen van mijn vader. Nu kan ik alles wat ik meemaak toch nog een soort van met iemand delen. We zitten in de kelder. Er is net een aanslag gepleegd in de wijk naast ons. Ik ben bang dat ze ons vinden. Als ze ons vinden, dan wordt mijn vader opgepakt en moet hij vechten voor het leger. Er is hulp onderweg. Met bussen worden we geëvacueerd uit de stad en naar een veilige plek gebracht. Eindelijk kan ik gewoon in de vrijheid leven. In ieder geval, dat hoop ik. Ik vertrouw niemand meer. Ze werden stil van alle verhalen. Ze hadden niet verwacht dat hun nieuwe klasgenoten dit allemaal hadden meegemaakt. De opdracht doen, pak je boek en je schrift uit je laadje of je tas. Ik heb hier een boek. Hé, wat?
Mijn dagboek is weg. Heb je het misschien niet in je laadje gedaan of zo? Ik zal even kijken. Nee. Zijn ze niet thuis? Kijk nog eens dan. Er zit wel een briefje in. Staat erop. Het is bijna niet leesbaar. Kom je dagboek halen om 13:30 op het schoolplein. Kom, laten we er naartoe gaan. Hey, daar zijn ze! Oh mijn god, ze hebben het dagboek. Geef het dagboek terug. Ik denk dat we iets moeten uitleggen. We hebben gezien wat er in het dagboek staat. We zijn erg geschrokken. Het is echt vreselijk wat jullie hebben meegemaakt. Sorry. Sorry dat we jullie privé dingen hebben gelezen. Ja, het was echt niet netjes van ons. We zullen volgende keer niet meer zo snel oordelen over iemand.